Feyenoord had een comfortabele 3-0. Maar ik had wel het idee dat ze best alles hadden van... we gaan naar Cyprus toe en we... Israël. We gaan daar naartoe. En we gaan daar naartoe. En we zitten al in de tas en klaar. De enige die oplette achterin was Vermeer. Voor de rest waren ze volgens mij niet helemaal wakker. Hè? Ja, maar goed. Dit is altijd... als Vermeer één foutje maakt... dan valt het hele Rotterdam eroverheen. Ja. Wat volkomen ten onrechte is... Ja. Want Kenneth Vermeer is gewoon de keeper van Feyenoord. Ja. Punt uit en amen. En verder niks. Nee. En want Kenneth Vermeer is gewoon beren goed. Ja, nou, dat zagen we gisteren, ja. Ja, nou goed. Oh, dat wist je nog niet. Jij wist nog niet. Rick. Nou ja, goed. Hij is een hele goede lijnkeeper, Harry. Jij wist nog niet... dat Vermeer gewoon een hele goede keeper is. Ja, maar hij heeft hele mooie en goede momenten. Maar het zijn vooral die momenten... Elke keeper heeft een momentje dat je denkt... oeh, dat ziet er even ongelukkig uit. Oh, dat is even wat minder. Nou, en? Okay. Maar Kenneth, ja, en in Rotterdam beginnen ze dan allemaal gelijk... oeh, dan moet er weer uit. Die Kenneth Vermeer, die kan er geen reet van. En dit en dat. Er is toch een neus en Ajax. Dan beginnen ze allemaal. En ik denk bij mezelf... Nee, rustig aan met Vermeer. Ja. Vermeer is jullie keeper. Punt. Ja. En hou hem in ere. En hou hem hoog. Ja, hou hem in ere. En wij zuinig op Vermeer. Oké, maar tegen Bercheva toch weer eerst een rode kaart voordat uiteindelijk de score werd geopend. Ja, maar ja, goed. Zo gaan dingen soms. Kijk, Feyenoord was helemaal niet in de problemen bijna. Vermeer. Dankzij Vermeer. Maar er was verder niet zoveel aan de hand, joh. Oké, dus dat was gewoon in de tas. Ja. Hoef het voor de rest niet over te hebben. Het is mooi. Nee. Wie is de nieuwe opponent voor Feyenoord in de groepsfase? Oh, in die groepsfase? Moment. Ja, Feyenoord heeft een hele leuke groep geloot. Wat dan? Echt waar. Nou, FC Porto. Ja. Dat vind ik een leuke club om tegen te spelen. Heel moeilijk. Young Boys. Die heb ik zien spelen. Pas Luxemburg? Ja, Luxemburg? Dat is toch Zwitserland, Young Boys? Wat is dat nou weer? Wat vind je zo'n Luxemburgse naam? Ik vind zo'n leek te babbelen. Dat is ook wel treurig ook, hè. En de Rangers uit Schotland. Ah, klopt. Schotland. Dus ik vind dat een leuke pool. Leuke tegenstanders. Zijn leuke wedstrijden. Ah, maken ze wel kans, toch? Feyenoord kan winnen in de Kuip. Makkelijk van de Rangers winnen. Feyenoord kan winnen van Young Boys in de Kuip. Porto. Dat wordt weet ik even niet. Ja. Dat wordt lastig. Maar als Feyenoord het een beetje doet, dan kunnen ze met Porto kunnen ze door in die groep. Kijken we naar de dag van zondag, dan staan er toch wel wat interessante wedstrijden, Harry. Ja, zeg het maar, Willem II. Ja, want daar heb jij volgens mij ook Willem wel... Willem II, Feyenoord, ja hallo, nou ja, luister eens even, Willem II staat bovenaan. Ja. Iedereen denkt, ja, Feyenoord die doet dat wel even. Ho, 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 ho. Die Willem II zit in een flow, die gaan lekker. Ja. En die hebben twee Grieken daar rondlopen. Waarvan. Een Pavlidis. Ja, daar komt hij. Ja, hoppa! Ja, PSV heeft ook Grieken. We hebben allemaal Grieken. We zijn de constante subtaken op de Nederlandse voetbalvelden. Hey! Rustig hij. En die andere Griek, wat is die andere Griek? Dat is Vroesai, heet hij. Ja. En die gast hier. Die maken het doelpunt aan de lopende band. Vooral die Pavlidis. En waar ze hem vandaan gehaald hebben, God mag het weten. En Feyenoord ziet dat het mensen altijd over het hoofd. Maar in Tilburg hebben ze waarschijnlijk hele goede verrekijkers bij de scouts. Ja. En die komen dan met tering, ting. Ja, laat het eens even horen dan. Even kort. Oh. En daar kan Harry vrolijk van worden. En opgewekt van raken. Ik begrijp het wel, Harry. Ja, maar goed. Denk je dat die... Feyenoord heel erg fout kijken. Ja. Want voor je het weet scoren ze die gasten. En dat Willem II, die gaan lekker. En die hebben het gevoel. En dan kan Feyenoord zomaar punten laten liggen. Maar kan even serieus, Willem II heeft het niet in zich om op een dergelijk niveau toch uit te kunnen halen. Het zit zelfs al in hun clublied beklonken natuurlijk. Hè. Dus, niet de beste, maar wel de gekste. Maar dat is wel niet de beste, maar wel de gekste. Ja, we zijn niet de beste, maar wel de gekste, maar we zijn voor niemand bang. Oké, uitslag? Dat is allemaal. Nou, hey, hallo. Kan zomaar 1-1 zijn, weet ik veel. En als je pech hebt, scoren die Grieken er 2.
En dan ga je. En dan ga je met tweeën in de boot in. Maar hebben ze geen vertrouwen getankt dan, die gasten van Feyenoord? Ja, dat hebben ze wel. Maar onderschat dat gebeuren in Tilburg dan even niet. En ik ga eventjes nog even vrolijk de shiitake doen. En we spreken elkaar volgende week. Hey. Oké, okay. Veel plezier, Harry. Hoi.